Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Ortus. Eén, omdat het een jonge groep is, een gemotiveerde groep, die graag wil. Graag ook hogerop wil. Ik zie ook progressie bij de jongens. Ik denk dat ze een aardig eind kunnen komen. De club heeft de nodige faciliteiten. Ze hebben geld, ze hebben water. Ze zijn flexibel met hun faciliteiten. En dat is heel belangrijk om een goed trainingsschap vooruit te laten voeren. Nou, wij hebben nu sinds kort kunnen we het water gebruiken in de Sijsenberg buiten. En we zijn nu van plan om de zomer door te gaan hiermee en zo'n 3 keer per week te trainen. Dat gaan we ook in het volgende seizoen doen. Daarnaast heb ik de jongens naar een krachthonk gestuurd. Worden onder de auspiciën van een goede coach worden ze getraind op kracht, maar specifiek voor het waterpolo. En kracht is snelheid en daarvoor is het bedoeld. Dus de jongens moeten sterker worden omdat ze fysiek sterkere ploegen tegen hun krijgen. En dat mogen ze dus niet verliezen. We hebben afgelopen week hebben een wedstrijd gespeeld tegen het masterteam van Nederland. Nou, daar zag ik bij Vlagen al, we spelen vierde klas, zag ik derde klas spel van ze. Ik was daar erg tevreden over. Ik zie zo groeien, maar er zit ontzettend veel rek in. Ik denk dat we aardig in te kunnen komen. En mijn motivatie is, dat zit in me, ik wil wereldkampioen worden voor mezelf. Dus dat betekent dat alles eraan gegeven moet worden om dat te bereiken wat ik wil. En het is niet wereldkampioen worden, want dat is te gek geworden. Maar ik wil wel proberen om met die jongens kampioen te worden. Naar een derde klas, naar een hogere klasse te komen. En daar ook weer stappen in te kunnen maken. Ja, maar je motivatie is er eigenlijk om naar die derde klasse te gaan? Dat is de mooie, ja sowieso. Ja, want, anders heb ik er geen lol in. Ik bedoel, leg je de lat niet te hoog al meteen? Nee, als ik naar de ploeg kijk is dat mogelijk. Het zal nooit makkelijk zijn, maar ik zie in de ploeg gewoon de nodige faciliteiten die boven het vierde klasse niveau kan uitstijgen. En daar gaan we voor. En dat is mijn drive en mijn motivatie ook. En alle kennis die ik heb, die leg ik hier bij de jongens neer in het water. En alles wat ik uitleg, voel ik ook. En het is belangrijk om ook de zaken goed over te brengen. Want als je dat verkeerd doet, dan werkt het niet. En ze pakken het goed op. Alleen ze praten een beetje veel. En je ziet nu dat ze een beetje moe worden. Dan gaan ze het ondiepe opzoeken om lekker te staan. Dat deed ik vroeger ook. En dat hoort ook zo. Dus ik ben erg tevreden. Erg tevreden? Ja, heel leuk. Ja, ik ben ook helemaal gemotiveerd. En als je mijn boek gaat bekijken, dan denk ik dat ik straks een boek ga uitgeven over trainingsmethodieken. Over oefensystemen en daar ben ik heel creatief in. Ik moet zeggen dat ik per wedstrijd bekijk van wat gaat er nou goed, wat gaat er nou fout. En daar train ik op en daar bedenk ik ook oefeningen voor. En ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven wat waterpolo betreft. Dus al die dingen passen nu bij elkaar. En ik ben een trainer die dat stukje mental coaching ook in zich heeft. Ik ben professioneel mental coach ook. Dus die samenwerking tussen het coachen van een waterpolenploeg, het trainen van een waterpolenploeg en het mental coaching daarvan, ja, vind ik heel bijzonder. Het houdt in dat je mensen kan motiveren, dat je ze betrokken raakt, dat ze hun mening mogen geven. Daar luister ik naar, dingen die beter kunnen, waarvan zij zeggen dat het ook zo is. Ja, dat neem ik dan toch in mee. Ik hoef niet eigenwijs te zijn, want zij moeten het uitvoeren. Ja. En hoe beter dat zij dat uitvoeren, hoe meer plezier ik erin ga krijgen. En hun ook natuurlijk. Ja. Wat is nou het beste wat je kan overkomen als straks het seizoen begint? Is dat meteen winnen? Ja, daar ga ik voor. De eerste wedstrijd moet gewonnen worden. Ja, dat is wat het kost. Ja, dat is niet anders. Kijk, we hebben de faciliteiten ervoor. We gaan na de zomer, als de vakantie een beetje voorbij is, gaan we echt die conditie opvijzelen. En dan van daaruit gaan we dus het hele trainingsschema afstemmen op de competitie. En dan is er een basis gelegd, dan is er een techniek gelegd, dan is er kracht gelegd. En van daaruit moeten we groeien. En die eerste wedstrijd, ik weet niet tegen wie we spelen, maar het zal 1 oktober zijn. Dat moet ik nog bekijken. Maar ik vind dat we die moeten winnen. Daar gaan we voor. Anders ga je zelf meedoen. Nee, dat doe ik niet. Nee. Dat risico neem ik niet meer. Het is een beetje gemengd, een beetje oud, een beetje jong. Ja, het is een redelijk jonge ploeg. Maar ik vind steunpilaren met wat
Goede waterpolo-achtergrond. Wat oudere, oudere jongens, stevige jongens. Ik heb er nu twee waar ik over kan beschikken. Remco de Kok en Frank Hermsen. Frank sowieso in de training. Ja, die jongens komen van een heel hoog niveau. Remco heeft hoofdklasse gespeeld. Frank heeft eerste klasse gespeeld. Ja, die willen nog een balletje meegooien. Nou, je ziet het aan de techniek dat ze dat goed kunnen. Nou, en die balans wil ik erin brengen. Dus een beetje oud, een stabiele oude, twee, drie mensen die stabiel in het team passen, maar op leeftijd zijn en nog een goed balletje kunnen spelen. En die jonge jongens die nou ja, fanatiek zijn, ervoor gaan. En die balans wil ik erin brengen. Ja. Als je ze zo ziet spelen, je ziet ze zo doen, wat voel je dan zelf? Nou, ik voel nou niks, want ze zijn aan het klooien. Ja, nou, normaal gesproken. Als je ze bezig ziet, je vraagt iets en ze doen precies wat jij wil. Ja, ja. Nou ja, dat voelt goed natuurlijk. Wat ik zie is dat, ik weet het, hè, ik voel het ook. Ik zie wat aan bewegingen, hoe je het moet doen. En dat voel je ook. Het benenwerk is heel belangrijk. Nou, hoe leg je dat nou uit? Nou, ik heb het jaren moeten doen. Dus al die kennis en die techniek, ja, die probeer ik over te brengen op de jongens. En ja, daar pakken ze goed op. Dankjewel.